Zaterdag 16 maart. Weer het jaarlijkse NL Doet, ook in Nuenen. We bekeken de activiteiten in onze dorpswerkplaats. De LEF-groep, wat heeft die te doen met NL Doet? Nou, ja, ik ben Ismene Borgen, ik werk bij de LEF-groep en ik doe daar steunpunt vrijwilligerswerk. En omdat NL Doet natuurlijk een promotieactie is voor vrijwilligerswerk, ga ik namens het steunpunt vrijwilligerswerk alle organisaties langs waar vrijwilligers aan het klussen zijn tijdens NL Doet. Dus u heeft een goed overzicht van wat er allemaal gaande is in Nuenen op dit moment? Ja, het kan natuurlijk zijn dat iemand zijn klus niet aangemeld heeft en toch iets doet. Maar er staan verschillende klussen in Nuenen op de website van NL Doet. En dan kunnen de mensen ook zien waar ze eventueel de handen uit de mouwen kunnen steken. Hoeveel clubs zijn het ongeveer die daaraan meedoen? Nou, er stonden op de website 5 klussen. Maar er zijn ook al, heb ik vandaag gehoord, 2 klussen die niet op de website stonden. Dus dat zijn er al 7. En wie weet wat ik nog meer voor verrassingen tegenkom. Je struint gewoon het dorp af. Ik ga heel Nuenen af om te kijken waar vrijwilligers actief zijn vandaag. Ja. Hier. Oh. Ja. Dat doe je nooit meer. NL Doet. Ik heb zo'n 25 mensen ongeveer geteld. Wat zijn ze allemaal aan het doen vandaag? Vandaag op het hobbycentrum zijn die 25 mensen vooral bezig met het tuinonderhoud. We hebben een nieuw grasveld aangelegd. We moeten bomen snoeien, we moeten de perkjes aanharken, we moeten bloembollen zetten, et cetera. En dat allemaal om straks een heel vrolijk gezicht en buitentrein te hebben. U krijgt ze nog makkelijk bij elkaar, want ik heb ook een paar bedrijven gezien. Werken die zeg maar kosteloos mee? Nou, ze werken niet kosteloos mee, maar ze ondersteunen ons bij de zwaardere werkzaamheden. Zodat we zeg maar zware graszoden en grond die we moeten verplaatsen, dat we dat niet met de hand hoeven te doen, maar met een paar machines. Dat werkt heel goed. Het gaat natuurlijk tegen een mooi tarief natuurlijk voor deze bedrijven ook. Want ze kunnen daarmee zo ook mooi en goed profileren. Het zijn Nuense bedrijven, dus het is fijn dat ze ons ondersteunen. In ieder geval deze dag die laat zien dat jullie voor behoorlijk wat in staat zijn. Ja, wij vinden het natuurlijk geweldig dat zoveel mensen weer, 25 man hier, druk bezig zijn om de zaak te onderhouden. Dat is natuurlijk allemaal enthousiasme. Dat doen ze allemaal voor de deelnemers die hier iedere keer genieten van deze omgeving. Dus wij zijn er hartstikke blij mee, ja. En daarmee vervullen wij natuurlijk een mooie maatschappelijke rol. De laatste jaren, of tenminste de laatste jaren, in het verleden hebben we nogal last gehad van de gemeente, van helpt het ander, van mogen we in dit pand blijven en noem maar op. Zijn die problemen allemaal opgelost? Ja, onze huisvestingproblemen, dat was een hoofdpijndossier van zo'n 25 jaar. Dat ligt inmiddels achter ons. We hebben vorig jaar, in 2018, hebben we een erfpachtovereenkomst kunnen afsluiten met de gemeente. En dat betekent dat wij voor 30 jaar min of meer eigenaar zijn van het pand en het ondergrond. We moeten wel zelf onderhouden natuurlijk, moeten zorgen dat het pand in goede conditie blijft. Maar al die zorgen die we hebben gehad met de verschillende eigenaren van het pand, die zijn nu zeg maar van de baan. Daar zijn we heel blij mee, want dat geeft zeg maar perspectief voor de toekomst.